Geen competitievoetbal dit weekend voor PSV onder 17, ook niet voor PSV onder 18. En dus kijken wij vandaag naar PSV onder 16, dat het op de hertgang opneemt tegen Sparta Rotterdam. Eerste kans van de wedstrijd is hier voor Simons. Uitstekende ingreep van Jonathan Kappe, de aanvoerder van Sparta. Onder 16 kent een vliegende start in de competitie. 4 gespeeld, 12 punten, 17 goals voor en 1 tegen. En Sparta is een ploeg uit de middenmoot. Hier de bezoekers via spits, Triep. De actie is dan wat te makkelijk. Of tenminste, er wordt niet goed ingegrepen door de verdedigers van PSV. Triep met het schot. Maar de redding van doelman Bart Hamers van PSV onder 16. Kappe werkt weg. Speelt het balletje hier dan terug op doelman Alaigos. Die verplaatst het spel, maar El Miliani pikt die bal op. Heeft meteen een goede voorzetting. Hier is het opnieuw Simons met de kans door de benen van Alaigos. Maar via zijn hak de bal uiteindelijk achter zijn doel. En dus opnieuw een goede kans voor Simons. Hier is hij weer aan de bal. Die hoekschop wordt kort genomen, wordt snel genomen. Voorzet uiteindelijk voor de voeten van Joël Guilard. Ziet er aardig uit. Maar het schotje uiteindelijk in de handen van Alaigos. Vlak voor rust El Miliani. Nog maar eens met de voorzet. Sparta krijgt die bal niet weg. Van den Heuvel met de eerste poging. En dit schot is van Enzo Geerts. En dat scheelt niet heel veel. En zo komt Sparta vlak voor rust nog één keer heel goed weg. Dit zijn beelden uit de tweede helft. De regen heeft plaatsgemaakt voor de zon. Dat maakt het allemaal net wat prettiger voor cameraman en verslaggever. En de kansen blijven voor PSV. Het eerste schot was van Geerts. De tweede inzet van Simons. Maar tot twee keer toe de redding van Alaigos. Hier opnieuw Simons. Het spelbeeld blijft hetzelfde. PSV valt aan. Sparta verdedigt. Dit is Jager. Met de voorzet. Geerts met het schot. Maar ja, dit soort kansen moeten benut worden. En dat gebeurt niet. En dus staat het nog altijd 0-0. En lijkt het erop dat PSV voor het eerst in deze competitie puntenverlies gaat leiden. Hier is het Simons op naar zijn linkerbeen. Maar ja, het wordt een eentonig verhaal. Schot Simons, redding Alaigos. Inmiddels in de dying seconds van de wedstrijd. Nog één keer PSV via El Miliani. Die pompt die bal nog één keer in de 16. De kopbal van Jager die gaat naast het doel van Alaigos. PSV onder 16 speelt gelijk tegen Sparta.